Dat weet niemand. Het schijnt dat wij vrije vogels gevangen worden genomen voor proeven. Proeven? Nee, sukkels. Ze gebruiken ons om dingen op te testen. Bijna iedereen heeft honger zat. Je kunt wat leren van een kat. Een kat heeft niet dat. Een kat kan altijd vluchten in zijn jazzmuziek. En elke kat uit van het publiek. Geen mooie je zo druk over. Over dat jullie zo ontzettend beestachtig bezig zijn. Nou, dat is eigenlijk verkeerd gezegd. Wat? Nou, beestachtig. Je zou eigenlijk moeten zeggen mensachtig. Ta, ta, vol, vol, ta. Wij schokken en poppen. Ik lust wel een paard. Als jij nog even zo doorgaat, gebruik ik jou als eerste proefdier. Jongens, jongens, geen ruzie maken op zo'n mooie lentedag waar de zon zo heerlijk schijnt. Nou, Cruella, schijn nou maar uit met die comedy. Hoeveel dieren ga je nu weer opofferen voor je Nobelprijs? Geen. Geen? Juist, voor mijn experiment heb ik levende dieren nodig. Nonne kanonnen! Zou zij ons echt kunnen verstaan? Zou ze echt met ons willen spreken? Ze zou toch niks kwaads in de zin hebben? Dadelijk ontdekt ze het geheim. Ze mag niet achter het geheim komen. Karia, Karia moet gewaarschuwd worden. Geheim? Karia? Houden jullie iets geheim voor Cruella? Goed, goed. Jullie krijgen me niet kwaad vandaag. Ik weet wat. Pak die oude kater en die twee. En als je niet vlucht, zeg als het geheim is, dan zullen ze en dan niet oud worden. Nu zij ons verstaat, komt zij er toch wel achter. Vroeg of laat. Gaia, vrouw van grote waarde. Men noemt haar ook wel moeder aarde. Zij is het leven en de dood. Haar rijkdom is onmetelijk groot. Maar Gaia vinden valt niet mee, onder de grond of in de zee. Diep in het woud, over berg en dal. Wie weet waar je haar vinden zal. Genoeg, Luizenbol. Waar kan ik die vrouw vinden? Wat is dit? Nu weer voor flauwekul. Eerst een laboratorium voor kletsende beesten. En nu uit de kluit was kiezelsteen met praatjes. Onheil over hen die doorgaan. Niemand mag hier voorbij. Anders? Ja, wat anders? Ja, wat anders? Vergeef het ons, maar we hebben nog nooit verder hoeven gaan. Het huis van een zes. Je zieltje bukt, een hoop mislukt, je haartje draait, je rent. Haast geeft niet, want het bent. Dit werk is als je vrolijk bent, het fluit van een cent. Je
Cruella roept Roderick. Cruella roept Roderick. Hallo? Wie is dat? Graai, aangenaam. En met wie heb ik de eer? Wie denk je dat ik ben? Ik ben Cruella. Ah, Cruella. We hebben net toch zoiets spannends meegemaakt. We moesten werken in een laboratorium. Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Geef me Roderick. Viezerik? Nee, Roderick. En vlug wat. Roderick, we hebben contact. Roderick, heb je al wat meer bereikt? Nee, nog niet. Bouw op mij, ja, op mij, oogjes toe, slaap maar geworden. Mensen geven ons ongewenst cadeaus in de vorm van radioactief afval en olie. Maar beste mensenjongen, wat kan ik voor je betekenen? Wij zijn op zoek naar een vrouw die al haar schatten aan iedereen uitdeelt. Wij zijn op zoek naar haar om uit haar rijkdom te putten, zodat iedereen zijn voordeel ermee kan doen. Gaia? Ja, zo heet ze. Weet u misschien waar we haar kunnen vinden? Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Dit bos is een wonder, eet alles op. Sla ook eens een nootje, stuk op je kop. De lekkere honing die maakt dat heel speciaal voor mij. Ook mieren smaken deksels goed. Een mier die houdt van lekker zoet. Oh, mieren smaken naar meer. Oh, lekker. Er valt een heleboel te leren van een beer. Ja, van een beer. Wel. Stervelingen, jullie zochten mij? Jullie zoektocht is ten einde. Aanschouw mij. Gaia. Licht in de duisternis. Begin en einde van alles van het leven zelf. Open je hart. Open je geest. Laat mij winnen. Laat mij je vullen met mijn gaven en je zult rijk zijn. Rijker dan ooit tevoren. Hecht geen waarde aan geld, bezit en macht. Maar plaats voor liefde. Denk niet alleen aan jezelf. Wees zuinig op wat er over is van natuur
en je zult verbaasd staan over wat er mogelijk is. Wees goed voor mens, dier en plant. Voor degene die openstaan voor mijn goedheid is het nog niet te laat. Ga nu en neem mijn raad ter harte.